Er is nog werk aan de winkel om alle onduidelijkheden rond de basiszorgverzekering weg te werken. Discussiëren over het onderwerp is één van de methodes. Tijdens de eerste openbare vergadering van de Zorgraad in 2020 konden stakeholders en aanwezigen vandaag discussiëren over een aantal stellingen. De geruchten doen eronder dat er nieuwe wetsvoorstellen gaan komen die te maken hebben met de gezondheidszorg. Dat mensen die betrokken zijn of betrokken kunnen zijn bij dat proces zich gaan roeren om inspraak te hebben over hoe dat stukje eruit gaat zien. Zodat het iets is wat beter is dan wat we al hebben, maar ook iets wat is wat gedragen wordt. Vele basiszorgverzekerden klagen over bijkomende kosten bij behandelingen of voor de aanschaf van medicamenten. Dit is een van de knelpunten die vandaag tijdens de discussies ook is aangekaart. Daarnaast werd over de transparantie van verzekeringsmaatschappijen of zorginstellingen gesproken. Voor alle aangehaalde knelpunten zijn tijdens de discussies oplossingsmodellen bedacht, die vervolgens worden meegenomen. Op het moment dat je bij een zorgverlener komt, hoef je niet naar je zak. Dat is de bedoeling. Maar er zijn, zoals ik zei, allerlei zaken die krom gaan, die scheef gaan, die niet gaan zoals het hoort. Deze discussie heeft daaraan bijgedragen. De onderdirecteur van het ministerie was erbij. Parlementariër was erbij. Dus de boodschap is overgebracht. Achijbersing hoopt dat de aangehaalde punten meegenomen zullen worden door de relevante instanties die daar ook aanwezig waren.